Maar de makelaars, zoals het vroeger altijd ging, ja. Is het een vechtmarkt? Is er heel veel concurrentie op het moment? Er is heel veel concurrentie. En dat komt omdat in de jaren 90 draaide de economie goed en de huizenmarkt helemaal. Iedereen die weet wel dat als je een huis wilde kopen, moest je er meteen bij zijn. Ja. Als je een huis ging verkopen, haalde je bijna altijd wel de vraagprijs. Soms daar nog overheen, maar de mensen stonden in een rij bijna voor je deur. In die tijd zijn er een heleboel makelaars die daar geweest die er heel goed aan hebben verdiend. En een heleboel makelaars die dachten, dat doe ik niet bij een baas, dat kan ik beter zelf. Ja. Dus je ziet in een gemiddelde provincieplaats zijn er nu niet meer 3, maar wel 13 makelaars. En die vechten nu allemaal om dezelfde, voor dezelfde boterham. Ja, ja. En mensen zien dat makelaars dan doen en die denken van nou, dat... Ja, een hele